Hey jongens en meiden, fijn dat je op het linkje van deze les hebt geklikt. We doen Station Zuid en we doen week 2 les 5 vandaag. Je hebt je werkboek nodig en je leesboek. Dat kan je op de planning ook zien. Maar we gaan eerst even luisteren naar een aflevering van de Brandweerclub. Dus luister maar even lekker mee. Alle kinderen van de Brandweerclub doen mee aan de vluchttest. Ze gaan testen of het ze lukt om binnen 3 minuten Station Zuid te verlaten. Flo en Max liggen in hun eigen bedden en de anderen liggen in het bed van pap en mam. Ze doen alsof het nacht is en alsof ze slapen. Beneden staat de brandweer met mam en opa. Opa heeft nu de stopwatch vast. Nu, roept mam op haar hardst naar boven. Alle kinderen springen uit bed en racen op hun blote voeten zo snel mogelijk naar beneden. Max en Flo nemen de brandtrap, Melvin en Cheng roetje via de brandweerpaal naar beneden en Anne gaat met de gewone trap. Ze zijn allemaal binnen 3 minuten buiten. Snel genoeg dus. Nou, dat zit helemaal goed, zegt mam blij. De kinderen kijken elkaar tevreden aan. Samen met de nieuwe batterijen en de nieuwe blusser kunnen ze Station Zuid nu helemaal veilig verklaren. Dat hebben ze toch maar weer mooi voor elkaar. De collega's van mam laden alle spullen weer in de brandweerwagens. De kinderen kijken er verlekkerd naar. Willen jullie soms een ritje maken? Vraagt een van de brandweermannen. De brandweerclub kijkt elkaar aan. Nou, dat willen ze wel. Snel klimmen ze met z'n allen in de voorste wagen. Mam en opa zwaaien ze uit. De brandweerclub rijdt in een echte brandweerauto door de straten. Mega cool, verzucht Melvin. De anderen knikken. De brandweerman aan het stuur grijnst naar ze. Als we zo bij de weilanden zijn, kan de sirene ook wel even aan. Vol ongeloof kijken de kinderen hem aan. Echt? Moet jullie eens opletten. Tuta, tuta. Met loeiende sirenes rijdt de brandweerauto langs de dijk van de Zummelse Vliet. De gezichten van de kinderen glunderen. Wie wil er later bij de brandweer? Vraagt de brandweerman. Ik! Roepen alle kinderen. Na het meest fantastische rondje van hun leven draait de brandweerclub in de brandweerauto de straat weer in. Op de stoep van Station Zuid staat de buurvrouw met een grote koffer. De kinderen springen uit de wagen en mam stapt ook uit. Ze loopt snel naar de buurvrouw toe. Is er iets, buurvrouw? De buurvrouw kijkt een beetje verbaasd naar de brandweer. Moeten ze niet blussen? Oh, maar er is geen brand hoor, stelt mam de buurvrouw gerust. Geen brand? De buurvrouw snapt er niks van. Maar ik zag rook en er werd om hulp geroepen. Mam en de kinderen kijken elkaar aan. Nu weten ze wie de brandweer heeft gebeld. Had u gebeld? Vraagt mam. De buurvrouw knikt. Dan wil ik u hartelijk bedanken. Nu was er niks aan de hand, maar een volgende keer misschien wel. Nou, dat is een hele opluchting, zegt de buurvrouw dan. Dat is het zeker, zegt mam uit de grond van haar hart. Mag ik u misschien uitnodigen om een hapje met ons mee te eten? Iedereen is in de keuken van Station Zuid. De brandweerclub, opa, oma, de buurvrouw, zelfs de collega's van mam. Mam staat pannenkoeken te bakken. Van zoveel avontuur krijgt een mens honger, vindt ze. Ze gooit een pannenkoek in de lucht en vangt hem weer op. De kinderen praten allemaal door elkaar. Ze kunnen er maar niet over uit dat ze zijn meegereden met een echte brandweerwagen. Het stuur lijkt wel zo groot als een fietswiel, schreeuwt Melvin. En de sirene is snoeihard als je in de wagen zit, roept Max. Eigenlijk moet je oorlogjes in, zegt Flo, die net een pannenkoek in haar mond propt. De brandweer is echt kikken, vindt Anne. Maar echte brand niet, roept Cheng. Tja, dat is waar. En hij kan het weten, want hij heeft het net meegemaakt. Echt meegemaakt. Cheng heeft gelijk, zegt mam. Met vuur moet je heel voorzichtig. Piep! Plotseling beginnen de rookmelders van Station Zuid loeihard te piepen. Iedereen springt op van schrik. En dan zien ze waar de rook vandaan komt. Mam was zo bezig met het gesprek dat ze even was vergeten dat ze pannenkoeken aan het bakken was. In de pan ligt een zwart geblakerd plakje. Snel zet een van mams collega's de rookmelder uit. Gelukkig, zegt de buurvrouw, anders had ik weer de brandweer moeten bellen. En daar moeten ze allemaal heel hard om lachen.
Zo, heb je lekker geluisterd? Dan gaan we nu verder met de les. Dit is een vervolg op de les van, even denken, die hebben jullie dinsdag gemaakt, les 4. We doen namelijk nu les 5 en ons doel is weer, we lezen 2 lettergrepige woorden die eindigen op ing, zoals haring. Weet je nog, soms heb je een woord dat eindigt op ing en dat heeft ook een grondwoord. Bijvoorbeeld buiging. Hey. Ing aan het eind en het grondwoord is buig. Want buig is een woord dat echt bestaat. Dus dan is het grondwoord buig. Oké, we gaan even naar opdracht 1. En dat betekent dus dat je je werkboek er even bij mag pakken. Ik spiek even welke bladzijde. Bladzijde 44 en we doen opdracht 1. Ik lees even voor wat je moet doen. Kleur de woorden die eindigen op ing in de tekst. Lees dan de hele tekst vlot. Oké. Okay. Dus woorden die eindigen op ing, dus die ing aan het eind hebben, die moet ik even kleuren. Dat betekent dus dat je ook een potlood en een kleurpotlood nodig hebt. Of een kleurpotlood. Pak even je spullen erbij als je dat nog niet had. Zet dan het filmpje even op stop. En als je het hebt, zet je hem weer aan, want dan ga je verder met mij. Oké, okay, goed dat je je spullen hebt. Ik ga het verhaaltje voorlezen. Jij leest mee en je wijst bij met je vinger waar ik ben. Oké, okay, doe maar mee. De koning komt bij Mara en Helene op school. De tweeling trekt daarom net de jurkjes aan. Mara doet een poging om haar rits te sluiten. Help je even met de sluiting? Vraagt ze. Het lukt niet, zucht Helene. De voering zit tussen de rits. Oké. Okay. Bij opdracht 1 ga jij dus de woorden kleuren die eindigen op ing. Dat mag je nu even gaan doen. Zet het filmpje even op stop en kleur alle woorden die eindigen op ing. Oké, okay. Als het goed is heb je de volgende woorden gekleurd. Kijk maar met me mee. Welke het allemaal zijn. De koning komt bij Mara en Helene op school. De tweeling trekt daarom net de jurkjes aan. Mara doet een poging om haar rits te sluiten. Help je even met de sluiting? Vraagt ze. Het lukt niet, zucht Helene. De voering zit tussen de rits. Oké, okay, als het goed is heb je dus 5 woorden gekleurd die eindigen op ing. En nu ga je het verhaaltje even nog een keertje zelf lezen. Dat mag je nu gaan doen. Heb je het verhaaltje zelf gelezen? Supergoed. Dan gaan we nog even samen verder. Je mag straks aan de opdrachten verder werken, maar wij gaan nog even samen in het leesboek lezen. Ik wil daarvoor dat je bladzijden 88 en 89 opzoekt. En dan gaan we even die bladzijden samen lezen. We lezen bladzijde 89, want op 88 staat alleen een plaatje, dus daar valt niet zoveel aan te lezen. Maar wij lezen 89 samen. Ik lees het vanaf mijn telefoon, want helaas hadden wij geen boek meer op school, omdat jullie gelukkig allemaal een boek thuis hebben. Maar juf Manda heeft voor mij foto's gemaakt, dus kan ik alsnog met jullie lezen. Oké, okay, heb je de bladzijde gevonden? 89? Dan gaan we samen beginnen. We beginnen met de titel. Drieling. De drieling komt bij Josja spelen. De meisjes heten Mara, Nanne en Helene. Maar wie nou wie is, kun je haast niet zien. Ze lijken wel heel erg veel op elkaar. 3 meiden met een rood jurkje aan. Josja neemt ze mee naar de berging. Daar staat een houten kist met kleding. Hij pakt een jas met een mooie voering. En een gouden kroon van dun karton. Mara wordt een koning, zegt Josja. Dan pakt hij een ketting van blauwe kralen. En een lange jurk met een kraag van kant. Nanne wordt een dame, zegt Josje. Dan pakt hij een groene broek en een pet.
En Helene wordt een soldaat, zegt Josje. Dan pakt hij een helm met twee horens en een jas met dikke wollen haren. En ik word een viking, zegt Josje. Hij zet de helm op en trekt de jas aan. Hij klimt op de deksel van de kist. Dit is mijn boot, roept Josje woest. Ik sta bij de reling en ik kijk naar zee. Ik heb trek in een bord vol rauwe haring. Mara, Nanne en Helene staan in de berging. Ze hebben nog steeds hun jurkjes aan. De viking komt bijna aan land. Dan wil hij met de dame trouwen en een buiging voor de koning maken. De soldaat moet in de houding staan, daar bij de deur van het paleis van de koning. Maar de drieling doet niet mee. We willen samen koning zijn, zegt Mara. Samen dame is ook goed, zegt Helene. En samen soldaat mag ook, zegt Nanne. Maar ik heb geen drie jassen, zegt Josje. Van niks heb ik drie, dus samen kan niet. Mara, Nanne en Helene kijken boos. Dan gaan we naar huis, zeggen ze samen. Josje denkt na en dan vindt hij een manier. Hij neemt de grote jas van de koning. En daar moet de drieling samen in. Nu zijn ze een koning met wel drie hoofden. Josje scheurt de kroon in drie stukken. Onder de jas heeft de koning zes benen. Zo, nu kunnen we spelen, zegt Josje. En wat fijn dat ik een eenling ben. Oké, ik hoop dat het lezen samen een beetje gelukt is. Is het niet gelukt, dan lees je hem gewoon lekker nog even samen met papa of mama. Lekker hardop. Oké. Vanaf nu mag je verder gaan werken aan de opdrachten die op de planning staan. Kijk goed wat jij moet maken en zorg dat je het afkrijgt. Heel veel succes en tot de volgende keer. Doei!